Een 75-jarige vrouw is doodgestoken in haar huis in Eindhoven. Waarschijnlijk door haar eigen man, die 79 is. De man belde zelf de politie om de steekpartij te melden. Toen vonden de agenten de vrouw dood in het huis. Het stel woonde samen in een seniorenwoning in de wijk Achtsebarier. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Daar is ook een forensisch team voor ingeschakeld. En nog een steekpartij in een huis in Berkel-Enschot. Daarbij zijn maandagochtend een 40-jarige man en een 46-jarige vrouw gewond geraakt. Volgens de politie had het te maken met relatieproblemen. De man is aangehouden als verdachte, maar wordt eerst behandeld in het ziekenhuis. Hij is licht gewond. Van de vrouw is niet duidelijk hoe ernstig haar verwondingen zijn. De beruchte hondenfokker uit Eersel is alweer de fout ingegaan. Dit keer niet met honden, want die mocht hij al niet meer houden, maar met andere dieren. De NVWA viel maandag binnen bij het bedrijf en vond daar onder andere varkens, ponies, ezels, konijnen en pluimvee. De fokker, Jan Paridaans, mag nu helemaal geen dieren meer houden. Zijn bedrijf wordt definitief gesloten. Alle dieren die er nog waren, zijn in beslag genomen. Er is een inzamelingsactie opgezet voor de slachtoffers van het familiedrama in Boekel. En die wordt massaal gesteund. Al binnen 2 dagen is het streefbedrag van €2500 opgehaald. Het geld is bedoeld om de lichamen van de slachtoffers naar hun familie in Polen te brengen. Een jongetje van 12 kwam om het leven nadat zijn moeder hem doodstak. Zijn zusje belandde in het ziekenhuis. De moeder kwam later om het leven bij een auto-ongeluk. Het gezin kwam uit Polen en de nabestaanden willen hen daar graag begraven. De €2500 is precies genoeg om de lichamen daarheen te vervoeren. Een 24-jarige vrouw uit Breda wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Antwerpen. Daarbij kwam een 11-jarig meisje om het leven. Haar vader en zussen raakten gewond. Het schietincident gebeurde in januari 2023. Vorige week werden de vrouw uit Breda en een man uit Amsterdam opgepakt. De vrouw is nu vrijgelaten, maar is nog wel een verdachte in de zaak. De man zit nog altijd vast. 2 bovenwoningen in Breda hebben flinke schade opgelopen door een brand. De brandweer moest met meerdere wagens uitrukken en er kwam veel rook vrij. Gelukkig raakte er niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.